creer que te puedo traer la luz del sol y las estrellas. Si quieres depender de mí, que te ilumine a ti, energía, no te hagas ilusión, no quiero ser tu salvación, tampoco soy tu religión, hacete cargo de tu vida. Hey, goedemorgen jongens en meisjes, welkom bij een aflevering van Amateurvisser.nl. Ja, we zitten er weer, hè. Het is een uur of half negen, denk ik. We waren om 8 uur hier en we zijn lekker aan het snoeken. Ik heb een dobbeltje uit liggen. Horsmekerel eraan van Prebaits. Wat heb jij eraan? Ik heb ook horsmekerel aan van Prebaits en een vorentje. Horsmekerel en een vorentje voor op de snoekbaars. En het is hier dieper dan we dachten. Ik dacht het is hier een meter of twee, maar ik denk wel een meter of vier eigenlijk. Maar ja, in ieder geval alle beste wensen. Oh ja, de beste wensen. De beste wensen en een sprongvis. Kromme top en een strakke lijn, jongens, want er moet natuurlijk wel weer veel gevist worden. Dit is de eerste keer dit jaar dat ik weer een visser ben eigenlijk. En voor jou, je bent gisteren nog geweest, hè? Ik ben gisteren geweest, ik had niks. Ik ben gisteren op de vijver nog geweest, maar dat was niet veel. En hier hebben we ook wel vaker gevist, altijd wel wat gevangen, dus ik heb er wel... Dit is de eerste keer dat we van de kant vissen. Ja, de eerste keer vanaf de kant. We zijn hier heel vaak met de boot op geweest en vorige keer met de belly. Een dikke snoek eraan. Ik zal die video hierboven ergens linken. Kunnen jullie die ook nog even bekijken? Maar ja, we hebben er zin in. Lekker een bakje koffie pakken. En we knallen. Kijken of de vis wil meewerken. En ik heb er wel vertrouwen in vandaag, moet ik zeggen. Het gaat wel gebeuren. Ja. Even wat olie in mijn visbuit. Ik heb zalm en sardine. En een injectienaald. Best een dik. Hij is te dik, hij is bevroren. Moet je niet zonder naald erin zuigen, dan een naald erop draaien en dan spuiten? Moet je niet zonder naald? Nee. Een tietje erop zetten. Nee, dat gaat wel. Ze kunnen hem zelf zo op de kop houden. Dat loopt er gelijk langs, jongen. Ja, maar niet uit. Hoppa. Helemaal goed, jongen, dank je. Zit hij vol. Die is ook nog even. Dat is leuk. Ja, stinkt, hè. Joh, vis. Ik heb vis. Ja. Ja. Ja, echt. Ja, op die andere engel. Moet je net in? Nee, deze moet ik net in. Ik heb vis, jongen. Nee. Oh, hij is eraf. Hoe dan? Hij is eraf. Hier. Ik zag het. Ik zag hem eraf schieten. Ja? Had ik een beetje gezien? Nee. Zit er gewoon aan? Ja. Zit er gewoon aan. What the fuck? Ik denk, maar geef niet ouwe hoeren. Nee, ik had beet. Ouwe hoer. Jongens, ik wil deze. Ik wil deze. Oh. Een dobberig mee. Sorry. Wat? Hey. Nou, toch. Verdomme. Meer dan de pure larmband. Ja, dat is die. De dinges. Oh man. Hoe zit het nou weer? Och, jongen, dog. Ach man. Wat ben je daar aan doen? Ik haal de ene hengel binnen om olie eraan te doen. Olie erin spoot ik. Gooi hem uit. Denk dat ik aan die andere ook even olie doen. Ik draai hem binnen, ik vis eraan. Een snoekje. Waarschijnlijk rood. Ook is daar een dikke brasem. Oh ja. Boven water. En ik had helemaal geen aanbeet gezien, helemaal niks. Hij is er gewoon in zijn bek genomen en is hij blijven liggen. Maar ja, ik ging er helaas vanaf, net aan de kant. Ik heb hem niet gezien, maar... Dat is altijd jammer. Maar goed, in ieder geval een teken dat er vis zit. Dus
Dat is altijd wel een goed teken. Ik heb nu op allebei de hengels olie zitten. Dus, nou jongen, we moeten vis opleveren. Nou, Tom die gaat even lekker schijten. Hij zat al tegen het doek aan, zit hij. Kijk hem lopen. Ja, de vis, jongen. En een goeie. Jurgen had vis, Jurgen had vis, Jurgen had vis. Daarom om het kloffen, ik ben met mijn soep bezig. Dat is goed gezien, altijd als je er echt mee bezig bent, hè. Valt mee, hij komt vlug naar de kant. Ja, dat is toch wel een... Hey, goed jongen, maat. De vertangertje komt. Ja, komt eraan. Kijk, nou wordt spaghetti hier, helemaal een net zit. Ja, oké. Okay. Even spaghetti, maat. Hier jongen. Nou zit hier even mooi gedraaid. Oh ja. Een keer smeren deze. Ja. Wacht. Ja. Ja, hebben. Nou, de eerste snoek is een feit, van 2023 van men. De horstmakreel met de zalmolie. Die werd gepakt net. Ik had hem opnieuw ingegooid, tegen het stroomnaadje aan. En ik zit, kijk, lekkere miljoen in te schenken. En ik zie hem uit mijn ooghoek plop onderploppen. Geen grote, 70 centimeter. Ook geen een dikke. Maar ja, hij is zeer welkom. Dus ze liggen weer opnieuw in. En de volgende is voor Tom, hè. Op naar nummer 2. Nou, Jurgen heeft het voor elkaar gekregen om over het water te lopen. Dus wat mij betreft is hij bij deze heilig verklaard. Jongens, dat was het weer, hè? Was je? We hadden eerste uur en twee aanbeten goed, ja, eigenlijk wel beloofd veel, maar daarna hebben we niks meer gehad, hè? Nee, niks meer, nee. En dan vond je niet meer en dan de ding niet meer. Geprobeerd. Maar toch alweer de 250ste aflevering, dus toch een paar. Die release was wel mooi gefilmd, ja, dus ben benieuwd of dat, hoe dat uitpakt dadelijk als ik dat aan het editen ben. Maar ja, het was een lekker dagje weer, hè? Lekker weer. En dan ga ik vanmiddag editen. En gaan we binnenkort weer feederen een keer, hè? Ja, gaan we binnenkort weer feederen, ja. Ja. Dus jongens, ik zou zeggen, leuk dat jullie er weer bij waren. En keep on fishing, hè.